je ziet ook dat in de islam er een kalender is gebaseerd op de maan en niet op de zon. Er zit ook een grote rechtvaardigheid in. Zou je inderdaad ieder jaar op dezelfde maand volgens de zonnekalender Ramadan hebben, dan had je altijd een situatie dat in sommige landen op de wereld het heel heet zou zijn, sommige landen heel koud, in sommige landen zou Ramadan de vaste heel kort zijn, in andere landen zou Ramadan heel lang zijn. Ja. Nu zie je dat ieder jaar Ramadan door de kalender heen verschuift met 10 à 11 dagen. Door de zonnekalender heen schuift met 10 à 11 dagen. Dus het is een heel grote rechtvaardigheid, zodat iedereen altijd dezelfde ervaringen in zijn leven zal meemaken. Ja. En hoe komt het dat er altijd een verschil is als we ook hier in Nederland kijken? Er is altijd een verschil tussen verschillende groeperingen, verschillende islamitische groeperingen, dat ze op een andere tijdstip beginnen met het vasten. En er is altijd een verschil van 1 à 2 dagen. Het komt omdat er verschillende methodes worden gehanteerd. Er zijn, wat ik al eerder aangaf, landen waarbij men inderdaad de maan van de nieuwe maand zelf gezien moet hebben. En dan de dag daarna of in Ramadan laat beginnen of Eid al-Fitr laat beginnen. Er zijn ook landen die astronomische berekeningen maken. In landen zoals Nederland is het vaak, zeker in de winter, voortdurend bewolkt. En kun je de maan niet eens zien, als zou je dat graag willen. Ja. Er zijn ook groepen mensen die denken dat het beter is om je te richten naar de tijden in Mekka, in Saoedi-Arabië. Om die tijden aan te houden. Er zijn ook mensen, groeperingen, die denken dat het beter is om de tijden aan te houden die in hun landen van herkomst gelden. Zo heb je een heel scala aan zaken die inderdaad die afwijkende datums veroorzaken. Ja. Wat kun je het beste doen dan? Ik denk dat Allah ons een grote mate van vrijheid heeft geboden op dat punt. Wat is beter? Ik denk dat het in ieder geval minder goed is om je te richten naar de datums van een land heel ver van hier. Een land waar je mogelijk geboren bent. Het lijkt niet echt voor de hand te liggen dat je dat systeem zou moeten aanhouden. Voor heel grote landen geldt exact hetzelfde. Dat het wellicht niet goed is om één datum vast te stellen voor het gehele land. Maar bijvoorbeeld één datum per provincie of per district, per gebied. Ja, verder zien we dat die vrijheid er is. En ik denk ook dat het niet per se slecht is. Ja. Nee, om dat zo te doen. Ja, dankjewel. Misschien één punt. Ja? Ja, ook heel belangrijk. Er zit ook een logica achter. Stel je voor, iemand woont in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En hij zou dit Saoedi-Arabië volgen. Hè? Van als ze volgende dag gaan vasten, zou die persoon ook vasten. Hoe zit het met de vijfdaagse gebeden? Bijvoorbeeld het Fajr-gebed. Ja. Dus dat kan niet. Dus daarom moet je in de Verenigde Staten kijken hoe de situatie van de nieuwe maan is. Ja. Wel belangrijk is nog, dat wil ik nog graag toevoegen, dat hoe je ook je berekeningen maakt, je nooit moet uitkomen op een vaste periode die meer is dan 30 dagen. Ja. Het is altijd of 29 of 30 dagen, nooit meer. Ja, oké. Ja, nu hebben we inderdaad al over het algemeen, over het Ramadan gesproken. Voor wie is het eigenlijk voorgeschreven? Wat zegt de islam over wie wel en wie niet kan vasten? Wie is wel in staat en wie niet in staat is om te vasten? Wat zegt de islam hierover? Ja. Ja. Nou, de islam zegt dat het vasten is u voorgeschreven. Iedere volwassene wordt geacht te vasten. Iedere volwassene. Dus niet kinderen, geen baby's. Er zijn ook categorieën die zijn vrijgesteld van vasten. Mensen die ziek zijn of die op reis zijn, die hoeven niet te vasten. Moeten wel vasten, maar kunnen de dagen die zij missen tijdens Ramadan inhalen na Ramadan. Ja. In een andere periode. Maar iedereen wordt in principe geacht te vasten. Ja. Iedere volwassene. Het is zo dat kinderen niet noodzakelijkerwijs moeten vasten, maar het is wel goed om hen te laten wennen aan het vasten. Een kind dat jong is en dat ook graag zelf het vasten wil ervaren,
kun je bijvoorbeeld vragen om 1 of 2 of 3 dagen te vasten. Of 4 of meer dagen, al naargelang het kind ouder wordt. Zodat het kind als het volwassen is inderdaad gewend is aan het vasten. En van ganse harte de volledige vasten wil ervaren. Ja, wilt u nog iets aan toevoegen? Ja, ik wil er ook aan toevoegen. Bijvoorbeeld, je hebt ook sommige mensen die chronisch ziek zijn. Die kunnen helemaal niet vasten, maar die kunnen wel fidya betalen. Ja. Maar er is wel één probleem wat wij algemeen horen, is van dat mensen... Die hebben bepaalde medicatie van hun huisarts gekregen. En die zeggen van, ik kan toch wel vasten. Dus, maar het is beter als die persoon naar zijn huisarts gaat en oprecht zegt van... Kan ik zonder die medicijnen bijvoorbeeld? Als die arts bijvoorbeeld adviseert van, het kan, het is een mogelijkheid. Ja. Dan kan hij vasten. En als de arts zegt nee, dan beter niet doen. Nee. Is ook heel belangrijk. En ook voor menstruerende vrouwen bijvoorbeeld... vrouwen die net bevallen zijn, ook, kunnen ook niet vasten. Maar daar hebben we ook over reizen bijvoorbeeld. Wat is reizen? Het gaat niet om de reis, het gaat om die gevoel van reizen. Als iemand is tussen de persoon en Allah, als die persoon voelt van, ik voel dat het een reis is, gaat hij niet vasten. En ook heel belangrijk, een piloot bijvoorbeeld, een taxichauffeur en een buschauffeur, die moeten vasten. Het is een taak. Ja. Het is hun dagelijkse taak. Die mensen moeten gewoon vasten. Ja, ik wilde nog aangeven dat inderdaad werd genoemd dat sommige mensen het kennelijk beter denken te weten dan de arts en wel willen vasten. Al zijn zij min of meer ziek en gebruiken zij medicijnen. Maar het is wel zo dat je niet mag vasten als je medicijnen gebruikt. Omdat het gebruiken zelfs van medicijnen tijdens het vasten is niet toegestaan. Dus als je besluit om als zieke die medicijnen gebruikt te vasten, dan moet je wel je medicijnen gebruiken 's ochtends voor sagher en 's avonds na iftar, maar niet tijdens het vasten. Dat is dan één punt. Een ander punt, er werd gezegd dat iedere volwassene moet vasten. Ik wil daarbij een kanttekening maken. Dat hierbij geldt niet de regel dat volwassenen zijn volgens de norm van de wet. Dus het is niet zo in Nederland dat je als je 18 bent of 21 dat je dan mag vasten. Nee. Gedoeld wordt op het fysiek volwassen zijn. Hè? Dus waarop je lichamelijk uitgerijpt bent. Ja. En ja, die leeftijd kan natuurlijk verschillen. Hè? Dat kan zijn op, noem maar wat, 14, 15, 16 jaar. In die orde van grootte denk ik dat je moet denken. Dus dat je fysiek volwassen bent. Ja, verder reizen, dat is ook al aangegeven. Hè? Als je inderdaad beroepsmatig moet reizen, en dan ben je niet van het vaste vrijgesteld. Maar als het nou een risico oplevert, dat iemand zegt, ik kan die verantwoordelijkheid niet nemen als ik op een vrachtwagen moet rijden en zwaar werk, of dan kan die dus volgens mij wel ontheffing krijgen en moet hij gewoon andere tijden vasten. Dus ik denk dat de islam wel flexibel is, maar het wordt wel aan het geweten van de persoon zelf overgelaten. En de ene is sterker van aard dan andere. En op een gegeven moment als je ouder wordt, waar ligt die grens, hè? Sommige mensen zijn 80, 90 jaar en zijn nog heel vitaal. En anderen veel eerder hebben iets waar ze dus niet kunnen voldoen aan die voorschriften. Ja. Tala, wil jij nog iets aan toevoegen of iets hierover zeggen? De Koran zegt over het vasten. A'udhu billahi minash shaitaan rajim. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Dat betekent, God wil niet dat jullie het moeilijk hebben, maar God wil het juist makkelijk hebben voor jullie. Dus daarom is het bijvoorbeeld voor een zieke persoon, is het niet nodig voor hem om te vasten. Dus, en ook voor een reiziger natuurlijk. Ja. Dus, ja. Oké. Okay. Ja, nee, als ik het inderdaad goed begrijp, er zijn een aantal regels. Maar tegelijkertijd met die regels zijn er ook regels ter versoepeling in het islam. Dus dat je inderdaad niet als een last moet zien. Maar dat, zo moet je dat niet ervaren, het vaste maand. Het moet een verrijking zijn. En dus er zijn ook een aantal regels dus, waardoor je dus dat je het makkelijker maakt in bepaalde situaties om niet te moeten vasten. Volgende vraag is dan ook over de volgende vraag is: wat is het itikaaf? Wat is Lailatul Qadr? Dus ik wil eerst aan Talha vragen, als je iets wil vertellen over de itikaaf, wat dat precies wat het inhoudt. Oké.
Itikaf is het verblijf in de moskee in de laatste 10 dagen van de Ramadan. En de letterlijke betekenis van itikaf is het verblijf in de moskee en jezelf verdiepen tot God. En tijdens de itikaf wordt er verwacht van een moslim om zoveel tijd te besteden aan zikr ilahi, aan het aanbidden tot God. En de doel van itikaf is een relatie met God te maken, je relatie met God te verbeteren. En dit was ook de sunnah van de heilige profeet, vrede zij met hem. En Laylatul Qadr is een nacht in de laatste 10 dagen die beter is dan 1000 nachten. 1000 maanden, sorry. Ja, Laylatul Qadr is ook persoonlijk, hè? Men zoekt naar Laylatul Qadr. Het is een geestelijke ervaring, hè? Men ziet licht, men ziet bijzondere zegeningen. Hè? Het is heel persoonlijk gebonden. En inderdaad, die worden dan gezocht tijdens de laatste 10 dagen van Ramadan. Maar wat is dan zo bijzonder aan die nacht? Dat ene nacht luidt ook wel zo bijzonder nog. Ja, één voorbeeld is denk ik wel dat de Heilige Koran toen is geopenbaard. Althans, het begin van de Heilige Koran. Het is een moment van licht dat je een intensief contact hebt met de Schepper. Wat je ook voelt. Hè, en er dalen zegeningen neer. En het is uiteraard persoonlijk. Dat houdt ten nauwste verband met de persoonlijke relatie tussen de persoon die bidt, de gelovige en God. Een heel belangrijk eerder, misschien kan ik aanvullen. Je hebt drie fases in de maand Ramadan. We hebben de eerste 10 dagen is genade. Dan de volgende 10 dagen is vergiffenis. En de laatste 10 dagen, dat is heel belangrijk, is dat je zoekt dat Allah je gaat redden van de hel. Ja. En ook nog iets, misschien kan ik toevoegen, denk aan die toestanden, dat een mens hervormd moet worden van natuurlijke toestand. Ja. Ja, morele toestand. Je kunt vergelijken, eerst 10 dagen, stel je voor, van een natuurlijke toestand, dat onze zwakheden probeert te verbeteren voor mensen dat voor hun nieuw is, die Ramadan. En dat wij dan de volgende 10 dagen de morele toestand zijn en dat de laatste 10 dagen geestelijke toestand zitten. En dat wij iemand die al geestelijke toestand al heeft gehaald, die gaat verbeteren. Kijk, over die drie toestanden, daar wil ik ook nog iets over zeggen. Dat het is mooi beschreven in het boek De Filosofie van de Islamitische Leer. Geschreven door de Blote Messias. En die zegt heel kort, de inhoud van de Koran is heel simpel, maar heel uitgebreid. Het is allesomvattend. De ontwikkeling van de mens, zeg maar, van een dierlijk niveau, dat is dan een natuurlijke toestand, naar een moreel niveau. En dat hij dus echt een sociaal wezen wordt. Dat hij zijn daden controleert door na te denken. Waarom dit moet ik niet doen en dat wel. Dus de Koran geeft de richtlijnen in. Tot een spiritueel niveau. Dat hij een goddelijk persoon wordt. Dus zeg maar, heel simpel. Wat staat nou eigenlijk in de Koran? Nou, hoe wordt een dier een mens? En hoe wordt een mens een profeet? Hoe is hij dicht bij God dat God met hem spreekt? Dat zijn denk ik, dacht ik, die drie toestanden zoals beschreven in het boek. En daar geeft de Koran richtlijn aan. Nou, dan komen we tot onze laatste vraag voor dit programma nu. Je sluit het maand altijd het Ramadan af met een feest, Eid al-Fitr. Kunt u iets over vertellen wat het nou in relatie, Eid al-Fitr in relatie met het Ramadan is, wat het betekent? Ja, de relatie is dat na een maand vasten er alle reden en aanleiding is om inderdaad die maand feestelijk af te sluiten. Dus dat is het feest Eid al-Fitr. Eid is iets dat steeds regelmatig terugkeert. Dus ja, Eid al-Fitr komt ieder jaar terug aan het einde van de vaste maand Ramadan. De mensen zijn dan blij dat ze in staat zijn gesteld om te kunnen vasten, dat ze zoveel zegeningen hebben ontvangen tijdens de vaste maand, dat ze het inderdaad jammer vinden dat de vaste maand voorbij is. Dus de afsluiting daarvan is inderdaad feestelijk en wordt alom in de islamitische wereld op heel feestelijke wijze herdacht. Middels een speciaal gebed in de moskeeën. Dank u wel voor uw komst vandaag en beantwoorden van deze vragen. En het Ramadan begint nu, inshallah,
binnenkort. En dus ik hoop dat we vandaag iets hebben geleerd. En ik wil iedereen ook bedanken om te kijken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.